Ja, geweldig. Ik vind het zo mooi dat je oude liederen kunt zingen en dan worden ze nieuw, hè? Vind ik zo mooi, want als je het doet met een nieuwe passie, een nieuw verlangen naar God, dan komt er altijd iets nieuws. En dat vind ik mooi. Ik vind het nog steeds lastig, hoor, dat ik niet mee mag zingen. Dat vind ik lastig, hoor. Maar goed. We leven in een moeilijke tijd, een verwarrende tijd, en ik ga met jullie spreken over vanuit een boek wat zich ook afspeelt in een verwarrende tijd. Het was de tijd dat het Joodse volk teruggekeerd was uit de Babylonische ballingschap. Maar alles was nog één grote chaos. Er was geen tempel, er stond geen muur meer overeind van de stad. En toen werden twee profeten geroepen, de profeet Haggai en de profeet Zacharia. En ik zal iets vertellen over wat Zacharia zegt en wat hij aan openbaring kreeg. En soms is het heel handig als je een beetje verder gaat kijken. Ik ging eens even kijken, wat betekent nou de naam Zacharia? Weet je wat dat betekent? Dat betekent Yahweh gedenkt. Zijn vader heette Berekja. Berekja betekent de Heere zegent. Zijn opa, de priester Iddo, die naam betekent de bestemde tijd. Hoe mooi is dat? Yahweh gedenkt, hij zegent op de bestemde tijd. Dat doet hij ook in jullie leven. God is een God van zegen. God is een God van overvloed. En God had ook een belofte gegeven. Hij zei het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. En Jeruzalem zal herbouwd worden. Had hij beloofd. Dus als je een belofte van God hebt in je leven. Dat scheelt een hoop. Daar kun je verder gaan. De tempel zou herbouwd worden. En dan lezen we in Zacharia 2, dat is de eerste dia, doe maar even. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie. Er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jongeman en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van vuur rondom en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Midden in een schijnbaar uitzichtloze situatie komt dit woord van de Heer. Hij ziet in zijn visioen, ziet hij dus een jongen die de boel wil opmeten. Want hij wil een plaats bouwen voor de Heer. Wat zegt de Heer? Dat moet je niet doen. Maar als jij gaat opmeten, limiteer je mij. Het zal een city without walls zijn, zegt de Engelse vertaling. Een stad zonder muren. En wij zijn geroepen als die stad zonder muren. Weet je wat een belemmering voor ons is, als christenen? Dat wij altijd denken van, nou, dit heb ik ervaren met de Heer. En dit is het ook zo'n beetje. Tot hier, dit kan de Heer door mij doen. Hier kan de Heer mij voor gebruiken. Dit is mijn invloed. En hij zegt, houd er nou mee op. Houd er nou mee op. Want je beperkt mij. Amen. Hou op met muurtjes bouwen. Ga niet met jouw meetlintje heen en weer. En zeg van, nou, dit kan de Heer doen en dat kan hij doen. Maar dat is wat ik ervaren heb. Dat is wat ik gezien heb. De Heer zegt, nee, ik wil een stad zonder muren. En wat mooie is, dat die stad zonder muren, is wel een muur van vuur rondomheen. En dat is je bescherming. De Bijbel zegt, God is een verterend vuur. Dus als de vijand binnen jouw muur wil komen, wordt hij verteerd door de glorie van God in jouw leven. Want de heerlijkheid van God is binnen die stad. En soms kijken we naar mensen en die worden dan heel erg gezegend. En dan zeggen we tegen onszelf, ja, waarom heb ik dat niet? Kijk dat? Die man die wordt zo gezegend, waarom heb ik dat niet? Weet je dat een misleiding is van Satan? Als je dat denkt? Weet je, als jij denkt, die ander wordt meer gezegend dan ik, dat het een leugen is? Want wij zijn mensen met allemaal verschillende talenten, met verschillende sterktes, maar ook met verschillende zwakheden. En God zegent ons precies in aansluiting met wie wij zijn.
En als een ander gezegend wordt, dan is dat op een gebied waar hij door God gebruikt wordt. Maar God wil jou zegen op de plek waar jij bent en waar jij gebruikt wil worden. God wil in jou, want weet je dat wij geschapen zijn naar het beeld van God zelf? En als wij kijken naar onze beperkingen, onze limiteringsprobleempjes, dan zegt God, is voor mij geen probleem. God zegt, ik kan door jou veel meer doen dan jouw beperktheid toe zou laten. Maar bij mij is geen beperking, bij mij is geen limieten. Er is een gezegde wat ik heel mooi vond, is zeggen dat je als je verstand ophoudt, dan loop je geloof verder. En die neemt je naar een plek waar het onmogelijke mogelijk is. God wil een visie, een onbegrensde droom in ons hart leggen. Zonder beperkingen. Want bij God zijn die beperkingen niet. En hij weet dat we kwetsbaar en gevoelig zijn. En daarom zegt hij ook, daarom ben ik die muur van vuur om je heen. Hij zegt zelfs in Deuteronomium 32 dat we zijn oogappel zijn. Hoe mooi is dat? Volgende stukje. Ik wil het hebben over drie belemmeringen die ons in de weg kunnen staan om werkelijk te groeien in kracht en autoriteit. Laat het eerste stukje maar lezen. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heer echter zei tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. De eerste belemmering is iets wat Satan zo smerig doet. Weet je wat het is? Is zelfveroordeling. Als Satan jou zo ver kan krijgen dat je denkt, ja, ik ben niet goed genoeg. Als Satan jou zo ver kan krijgen dat je denkt van, ik ben slecht. Weet je wat je nou gaat denken? Ja, iemand anders kan dat wel doen, dat kan ik niet. Iemand anders kan daar wel geloof voor hebben, maar ik niet. En dan word je belemmerd, word je als het ware verlamd om verder te gaan. Je kijkt ook naar het verkeerde, je kijkt naar jezelf, je kijkt niet naar de Heer, dat is een andere verhaal. Kijk nou eens hoe God daarmee afrekent. Satan beschuldigt Jozua. En hij heeft nog gelijk ook. Maar kijk maar, er staat een stukje Satan. Jozua was vies, hij was vuil. Zijn kleren waren vuil, zijn tulband was vuil. En Jozua verdedigt zich ook niet, maar dat kan hij ook niet. Het kan best zijn dat Satan jou beschuldigt over bepaalde dingen. En dat hij ook nog wel gelijk heeft in bepaalde zaken. Maar weet je wat mooi is? Jozua verdedigt zich niet. Maar weet je wie hem wel verdedigt? God verdedigt hem. En weet je wat God zegt? Dit is een stuk hout wat uit het vuur gerukt is. Nou mensen, ik was een stuk hout wat al half lag te branden in het helle vuur, laten we het zo zeggen. En God stuurde zijn zoon en die rukte mij uit het vuur. Ik ben een stuk hout wat aan de brand ontrukt is. Omdat hij voor mij aan een hout stierf. God verdedigt Jozua. Want hij is door God uitgekozen, staat er. Hij is uit het vuur gerukt. En wij kunnen rechtop staan. Schoon en puur. Omdat God ons uitgekozen heeft. En dat hij zijn genade over ons heeft uitgestort. En dat hij ons heeft gereinigd door zijn bloed. Satan is misschien onze beschuldiger, maar God is onze verdediger. Halleluja. En dan staat er in vers 4. Er staat, toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zeide hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Halleluja. Hoe geweldig is dat? Geen beschuldiging, maar vreugde. Halleluja. Als je gaat realiseren hoe groot die genade is van God, dat je volkomen vergeven bent van al je ongerechtigheden. Dan komt de vreugde, dat kan niet anders. Dan word je zo blij. Dan kan je zeggen, die grote God is mijn vader. Hoe geweldig is dat?
En dat is nog mooier, want later wordt Jozua zelfs, krijgt hij een opdracht. Hè? Hij wist wie die was. Hij was een brandhout uit het vuur gerukt. En God zei, je krijgt schone kleren aan. En toen zei God, jij mag vertellen over de Messias. Je gaat vertellen over de spruit die komt. En vanochtend las ik het dagelijks woord. En daar staat een tekst uit Nehemia 8 vers 10. Wie leest het dagelijks woord? Oh, een paar, hè? Heb je gezien wat er staat? Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Als je die vreugde weer opnieuw mag ervaren, dan bid ik over jullie vanochtend, of je nou thuis zit of hier in de zaal, dat de vreugde over de genade van God over jouw leven, dat die opnieuw je deel mag worden. Halleluja. Want dan word je krachtig van, dan word je sterk van. In nummer 23 staat het verhaal van Biliam. Dat was niet zo'n beste kerel, want die wou Israël vervloeken, maar God die liet het niet toe. En tot zijn grote ontsteltenis kon hij alleen maar zegen uitspreken over Israël. Dat vind ik heel mooi. En wat staat er dan in, nummer 23? Zegt Biliam, men aanschouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. Nou zeg, over een stelletje zeurpieten, klagers, niks anders, altijd maar zeuren en klagen. Dit is er niet goed en dat is er niet goed. En God zegt, ik zie geen rampspoed, ik zie geen onheil. Weet je hoe dat kwam? Het volk bracht elk jaar offers. En op grote verzoendag vloeide het bloed van ik weet niet hoeveel dieren. En God keek naar het volk Israël door het offer van die dieren heen. En hij keek, en wat zag hij? Alleen genade. En toen zei hij, ik zie geen rampspoed. Amen. Weet je, God de Vader kijkt naar ons door het offer van zijn Zoon. Halleluja. Hij kijkt naar ons door het bloed van Jezus. En hij zegt, ik zie geen rampspoed in jouw zijbrand. Ik zie geen onheil in jouw joken. Ik zie een schoon kind, schoongewassen door het bloed van het lam. Ik zie zonen en dochters. Ik zie kinderen van de Allerhoogste Koning die rechtop mogen staan. Niet gebukt langer hoeven te gaan onder zonde en onder oordeel. Wie de Zoon bevrijdt is voor altijd vrij, hebben we gezongen. God heeft altijd geloof in ons. Lees je Bijbel er maar eens op na. Gods volk, heb ik net al gezegd, die vergat God constant. Die was constant aan het mopperen. Maar God hield wel vast aan zijn woord. Dus ze kwamen uiteindelijk wel in het beloofde land. En toen Aaron een valse god maakte, terwijl zijn broer op de berg was bij de enige waarachtige God, toen sneed hij niet het touwtje door en zei, het is gebeurd nu, klaar. Nee, God zei, ik hou vast aan mijn woord. Ik heb jullie het beloofd en ik ga het je geven ook. Toen David overspel pleegde met Uria en met Bathsheba en voor het gemak Uria maar uit de weg ruimde, gaf God niet op. Toen Petrus eerst Jezus aanbad in het laatste avondmaal en nog geen paar dagen later hem tot 3 keer verraden bij het kampvuur, toen gaf God niet op. Amen. En als je leest wat er verder daarna met Petrus allemaal gebeurde, nadat de Heilige Geest uitgestort was, dat zegt mij dat als ik in de fout ga, God echt niet opgeeft. Halleluja. Dat zegt mij dat ik altijd een vrije toegang heb om weer bij hem te komen. Glorie. Omdat hij mij nog steeds ziet door het bloed van het offer. Amen. Neem eens het volgende beeld in je gedachten. Een stelletje volgelingen van Jezus. Die hadden 3 jaar met hem gewandeld. Ze hadden alle grote dingen gezien. Ze waren onderwezen over het koninkrijk van God. En toen kwamen de Romeinen, die hadden Jezus meegenomen. En ze hadden zoveel beloftes gedaan, zoveel declaraties gedaan. Ze waren zo moedig, zo krachtig. En wat gebeurde er? Ze waren doodsbenauwd. En ze verstopten zich ergens in een bovenzaaltje met de deur dicht. En dat was misschien wel het allermoedigste wat ze konden doen, de deur dicht doen. En ze zitten daar en ze praten met elkaar over alles wat Jezus gedaan had. En dat konden ze niet vergeten, want er was toch iets met die Jezus wat bijzonder was. Ze hadden een bepaalde kracht en autoriteit in hem gezien. Maar ze waren doodsbenauwd. En dan opeens horen ze iets en ze kijken op en wie staat daar? Dat is Jezus. Ik vind het zo mooi, de steen voor het graf kon hem niet binnenhouden. Maar de muren en de deuren konden hem niet buiten houden. Halleluja.
En als de Heilige Geest besluit om in jouw kamer te komen, die je nu daar thuis zit, is er niets wat hem tegenhoudt. Halleluja. Tenzij je hem niet wil. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar als jij verlangt naar Jezus, hij komt in elke situatie waarin je zit. Halleluja. Maar niets is er wat hem tegenhoudt. Hij komt gewoon naar binnen. Preacher. En weet je wat hij dan zegt? Hij zei, ah joh, stelletje slappeling, ik heb jullie toch gezegd. Hoe kun je nou zo bang zijn, man? Je weet toch wie ik ben? Waar waren jullie toen ik je nodig had? Dat zei hij niet. Weet je wat hij zei? Vrede zijn jullie. En laat dat nou net het enige zijn wat ze niet hadden. Ze hadden geen vrede. En toen ze die vrede ontvingen, nadat Jezus op hun geblazen had, zei hij van, ontvang de Heilige Geest. Want ik zei dit zeggen, de Heilige Geest in je leven heeft vrede nodig. Als er vrede in jouw leven is, kan de Heilige Geest doen whatever. Als er vrede in jouw leven is, met jouw vader, met jouw schepper, met jouw Heer, dan kan de Heilige Geest ongelimiteerd werken in je leven. En hij zegt, geef me die gelegenheid. Laat er vrede zijn in je hart. Volgende. De eerste was zelfveroordeling. De tweede staat in Zacharia 3 vers 5. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Weet je wat een tweede belemmering is? Een denkwijze die nog vervuild is van oud menselijk denken. Jozua had die tulband op en die was vuil. Als je leest in Exodus, daar staat in Exodus 28 iets over de tulband die de priester droeg. Dat was een tulband, die werd hem opgezet. En er was een plaat aan bevestigd, een gouden plaat. Een schildje, een bord. En daar stond op, heilig voor de Heer. Maar Jozua's tulband was vuil geworden. Dus de heiligheid was verdwenen. En een tulband is, als je dat overdrachtelijk bekijkt, is gewoon staat voor hoe je denkt. De bedekking van je hoofd, hoe denk je? En ik wil je dit zeggen, zolang je nog onheilige gedachten hebt, heb je een belemmering in je leven. En laten we eerlijk zijn, onheilige gedachten is niet alleen vieze gedachten of rare gedachten. Weet je wat onheilige gedachten zijn? Gedachten die anders zijn dan de gedachten van God. Maar God zegt, ik ben heilig. En weet je wat het betekent als we zeggen, God is heilig? Dat is eigenlijk wat we zeggen, Heer, u bent anders. U bent niet zoals ik. En als onze gedachten niet anders worden, hebben we nog steeds onheilige gedachten. En God zegt, ik wil je gedachten heiligen. Halleluja. Ik heb in de gebedsweek heb ik het een keer zo gezegd, met Jesus at the center, zei ik, Jesus at the center of our thoughts. En vanochtend heb ik doe het nog een keer weer, want ik merk dat er iets vrij zit. Heer, ik verlang zo naar meer van u. Vul mijn gedachten tot eer van u. Jezus, mijn redder, reinigt u mijn ziel en stort nieuw leven uit. Door uw geest, leg uw kracht op mij. Uw liefde die geneest en laat uw vrede heersen in mijn hart. Dat is mijn gebed over jullie vanmorgen. Gods wegen zijn zoveel hoger dan onze wegen. Weet je, wij denken altijd van dat we een bepaalde status moeten zien te bereiken. Maar weet je wat Jesaja zegt over wat onze daden betekenen? Daar staat het volgende. Onze gerechtigheid is als een bezoedeld kleed. Dat staat er. Zelfs onze goede daden, wat we in onszelf doen, die hij zegt van ja, dat telt voor mij niet. Gods standaard is zoveel malen hoger dan die van ons. En God zegt, ga niet in je eigen gerechtigheid staan, ga in mijn gerechtigheid. Een derde belemmering is hoe wij denken over Jezus. Wij denken altijd best wel dat we het wel aardig weten. Maar ik zou je zeggen, wij hebben soms nog zo'n klein beeld van wie Jezus is.
Jezus is zoveel meer. Dat wat degene die hier het hoofd speelt van Jezus heeft, die zit toch heel erg aan de lage kant. Jezus is zoveel meer. Jezus is zoveel meer. Weet je, in vers 8 spreken ze tegen Jozua over de spruit. En dan zegt hij van, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En in Jesaja 11, vers 1, daar staat dat, heeft hij het over een reisje uit de tronk van Isaïe. En dan kom ik bij de volgende. In Jeremia 23 staat dan dit. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken, die als koning regeren en verstandig handelen zal. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. En in vers 6, en dit is de naam waarmee we hem zullen noemen. De Heer is onze gerechtigheid. Jesaja 53. Want als een loods schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luisterd dat we hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Nou, de meesten van ons weten dat het hier over Jezus gaat. Maar weet je wat een tronk is? Weet je wat een tronk is? Het volgende. Dit is een tronk. Een afgekapte boom. En Psalm 1 zegt dat we zijn als bomen geplant aan waterstromen. Nou, ik heb best wel eens meegemaakt dat ik me zo voelde. Ik voelde me niet als een machtige boom geplant aan waterstromen die ze vrucht geven op zijn tijd. Ik voelde mij niet als iemand die zo machtig en krachtig was. Het was net of alles afgekapt was. Dat alles dood was. Herken je dat? Maar weet je wat de Bijbel zegt? Er komt een spruit uit die boom. Nou moet je kijken naar de volgende. Er komt een boom uit jouw wanhoop. Er komt nieuw leven uit jouw dode situatie. Er komt nieuw leven waar wanhoop is. Er komt nieuw leven waar... Wat je denkt van, ja, dit komt nooit meer goed. En God zegt, ik maak een weg waar geen weg is. Ik maak een rivier in de woestijn. En ik breng leven waar dood is in jouw leven. Want ik ben de spruit. Ik ben de nieuwe lood in jouw leven. Ik ben het nieuwe groen dat ik elke keer opnieuw wil geven. In wat voor situatie je ook zit. Jezus is de spruit. En waar Jezus is altijd leven. Als je geen hoop meer hebt, daarvoor is Jezus uitgekomen. Halleluja. Weet je, in Daniel 2 staat een heel mooi verhaal over koning Nebukadnezar. Die krijgt een droom. Maar Satan is zo'n meester in om dingen voor te stellen. En ze vooral veel groter te maken dan ze werkelijk zijn. Hè? Herken je dat? Dat 's nachts de dingen veel erger lijken dan overdag. Ik wel hoor. Dan heb ik s'nachts halve nacht wakker gelegen, had ik vroeger echt wel, en was het overdag, denk ik, waarom was ik daar nou zo druk om? Maar Satan is de heer van de nacht, van de duisternis, en die weet heel goed hoe hij dingen buiten proporties moet zetten, zodat je alleen maar je tegenstand ziet en niet degene die voor je is. En weet je wat koning Nebukadnezar zag? Hij zag een heel groot beeld. Daar kun je een hele bijbelstudie over doen, dat ga ik nu niet doen. Maar dat beeld, die vroeg hem zo'n angst aan, dat hij er niet meer van kon slapen. En dan roept hij als de waar, zegt niemand kan het. En wordt Daniel geroepen. En Daniel zegt, maar er is een God die verborgenheden overbaart. En die vertelt hem dan wat hij gedroomd had. Die vertelt hem van dat beeld. En dan staat er in het volgende vers, moet je maar eens kijken. U zag, koning Nebukadnezar, hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Mag ik je dit zeggen? Jezus is die steen. Halleluja. Hij was de steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar hij is wel de steen. En weet je wat hij doet met dat beeld? Misschien heb jij zoiets in je leven, dat je een beeld voor je hebt en dat jaagt je zo'n angst aan. Je ligt er 's nachts wakker van. Je bent er onrustig van. Het beangstigt je zo. En je denkt, als dit de toekomst is, wat moet het? En je kan niks anders meer zien. Weet je, als Jezus in die situatie komt, weet je wat die steen deed? Hij sloeg het hele fundament van het beeld weg. En het beeld werd kaf, werd weggevoerd door de wind. En de Heer zegt, laat mij ook de Heer zijn in jouw angsten. En ik zal het beeld van jou zal ik onderuit gooien. Ik zal het fundament onder jouw angst wegnemen. Halleluja.
Want het fundament van angst is nooit uit God. En als de steen jouw beeld, jouw angstige beeld, aan het fundament raakt, gaat die verdwijnen. En weet je wat er dan komt? Dan komt er heerlijkheid in je leven. Maar het staat er, kijk maar wat er staat. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Als dat gebeurt in je leven, dan komt de glorie vrij. Als dat gebeurt in je leven, komt de heerlijkheid van God vrij in jouw leven. En komt de heerlijkheid van God vrij in jouw omgeving. Wij zijn geroepen om de heerlijkheid van God te laten vervullen in de hele aarde. En ik bid over jullie vanochtend. Dat je vrijkomt van zelfveroordeling. Want God spreekt je vrij. God zei tegen mij dat ooit eens een keer. Dat hij zei van, joh, waarom doe je dat nou? Ik spreek je vrij, dan veroordeel je jezelf. En ik was nog zo'n sukkel ook. Dat als ik dan in zonde gevallen was, durfde ik niet eens meer terug naar God te gaan. Ik bleef weg. Toen zei de Heer van, wat ben je nou dom aan de gang? Nou doe je twee keer de wil van je vijand. Kom nou zo snel mogelijk terug naar mij. Want ik heb geen oordeel. Ik heb armen open. Ik heb niet dit, ik heb dit. Als je daarvan vrijkomt, van je zelfveroordeling. Als je vrijkomt van je menselijke gedachtenpatronen. En dat is een proces, laten we eerlijk zijn. We zijn er nog niet allemaal. Allemaal nog niet. Ja. Maar stel je voor dat je steeds meer de gedachten van God krijgt. Dat je steeds meer de gedachten van Christus. Dat staat in het Nieuwe Testament heel vaak. Hè? We hebben over de gedachten van Christus. En dat is waar ik naar verlang. Heer, vul mijn gedachten tot de eer van u. En als je de gedachten van Christus krijgt, heb je overwinning in je leven. En als je beeld van Jezus steeds meer de grootheid krijgt die het ook in werkelijkheid is, heb je overwinning in je leven. Halleluja. En dan zullen we meer dan overwinners worden. Romeinen 8. Kom er toch weer op terug. Ik kan niet om Romeinen 8 heen. Ja, als hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Lieve mensen, we zijn meer dan overwinnaars. En laten we echt ons overgeven aan de kracht van de Heilige Geest. Dat ons beeld het fundament finaal weggeslagen wordt. Door de kracht van de Heilige Geest in Jezus' naam. Vader, dank u wel dat u een plan heeft met iedereen die onder het bereik van mijn stem is. Heer, dank u wel dat u een plan heeft van genade. Een plan heeft van voorspoed. Een plan heeft van een hoopvolle toekomst. Een plan heeft van overwinning over zonde. Mensen die soms al jarenlang worstelden met bepaalde zonden. Heer, u wilt ze overwinning geven. Door hun gedachten te vernieuwen. Door hun beeld van u te veranderen. En dat ze ook volledig gericht zijn op u en niet op het probleem. Heer, en u wilt ons vrijmaken van zelfveroordeling. Heer, daar dank ik u voor. Ik zegen ieder die onder de klank van mijn stem is. Heer, met deze openbaring van wie u bent. En openbaring van wie ze zijn in u. Openbaring van uw kracht en uw autoriteit, maar ook bovenal van uw geweldige, onbegrijpelijke liefde. Heer, ik wil echt dat u elke kamer, Heer, doorstroomt op dit moment met uw liefde. Heer, als er mensen zijn die zich voelen als een afgehakte boom. Heer, dat ze het beeld niet vergeten van dat takje wat uit die boom naar boven kwam. Heer, dat het uw heerlijkheid is die opnieuw hun leven gaat vervullen. En die opnieuw groei brengt en opnieuw hoop brengt en opnieuw leven brengt. Heer, dat zet ik vrij in Jezus' naam. Amen.